Wij gaan dit jaar Italië bouwen. En hoe komen jullie aan dit onderwerp? We hebben toen in de grote groep gegooid. Nou, dan kwam gewoon Italië naar boven. Jullie kijken nu naar een groot wijnglas. En Colosseum daar, waar de dames mee bezig zijn. En dan komt er nog een wijnfles op. En er komt nog pizzapunten op. En er komt nog een bootje op, een gondel. En ja, een groot masker aan de voorkant. Ja, dat moet allemaal nog opgevuld worden natuurlijk, maar... Dat komt allemaal goed. Hebben jullie ook veel bloemen erop? Nee, dat valt reuze mee dit jaar. Want de oogst is niet goed, hè? Ook omdat de oogst niet goed is. Dus ze zijn bezig met alternatieven te bedenken. Wat natuurlijk wel moeilijk is, maar... Dus we hopen aan de ene kant wel dat de dahlia's goed zijn, maar... Okay, en nu hebben we nog dik drie weken te gaan. Ja. Hoe gaan jullie dat redden? Ja, we redden het alle jaren, al 17 jaar. Dus het is nu nog 3 avonden in de week, maar de laatste weken wordt het echt 5 avonden in de week. En de zaterdag er misschien nog bij. We zijn een wagen aan het bouwen in het thema Nooit meer naar huis. Wij proberen iets te creëren waar de kinderen zich compleet op uit kunnen leven. En als ze hier opstaan, dat ze het gevoel hebben dat ze ook nooit meer naar huis willen. Wat voor elementen zullen daarin voorkomen, waardoor ze, wat ze vooral leuk vinden? Nou, het moet natuurlijk een beetje een verrassing blijven, maar we hebben wel gekeken wat kinderen leuk zouden vinden. Je kan denken aan een glijbaan, iets met water, muziek, wat allemaal thema's zijn die terug gaan komen op onze wagen. En qua materialen en dingen, hoe zijn jullie daarmee aan de slag? Nou, uiteraard in het kader van duurzaamheid proberen we zoveel mogelijk spullen te halen via Marktplaats. Mensen die spullen thuis hebben staan waar we iets mee kunnen, natuurlijke materialen. Dus ja, dat is wel een thema wat erg aanspreekt, denk ik. En de kinderen, zijn die ook bezig met iets te maken voor de wagen? Of hebben ze al iets gemaakt? Ja, voor de vakantie zijn de kleuterjuffen al druk met de kinderen bezig geweest. Om ook, het wordt natuurlijk hun wagen, dus dat zij ook een bijdrage leveren aan hun mooie wagen. En daar kan je nog niks over zeggen? Nee. Nou, ik denk dat het goed is om te melden dat we een hele enthousiaste groep hebben. Veel ouders die veel dingen willen doen. Maar goed, ja, je komt met zulke activiteiten altijd mensen of handjes tekort. Dus ja, we moeten de komende weken echt nog met alle ouders aan de bak. En daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En dan wordt het straks weer één groot feest hier? Absoluut, absoluut. De kinderen willen nooit meer naar huis. Wij hebben het thema Ratatouille. En dat is gebaseerd op de film van Ratatouille. Dus een heel grote eyecatcher wordt ook een rat achter op de wagen. Wij zijn heel erg bezig met duurzaamheid, ook in deze op deze wagen. Dus onze rat wordt straks helemaal bekleed met tapijtafval. Dat staat hier, een hele grote baal. De huisjes die je ziet, die zijn gestuukt met allemaal aangebroken potten materiaal. Die niet meer verkocht konden worden en die wij kunnen gebruiken. Het hout wat je hier op de wagen ziet, is heel veel pelletafval of afvalhout wat we gebruiken. Onze kinderen van de school hebben in april, mei ook allemaal zakjes met zaden van zonnebloemen, courgettes, pompoen gekregen. En met de bedoeling dat ze die zouden gaan zaaien thuis, zodat we ook het materiaal wat gaat groeien op de wagen terug gaan zien. Dus zo zijn ze ook allemaal gewoon lekker thuis bezig, zeg maar. Zijn jullie een beetje op schema grijs over zeggen? Nou, we hadden ook nog 3 maanden kunnen gebruiken. Maar het is misschien goed dat we nog 3 weken hebben en een aardige stok achter de deur hebben nu. Dus wat er staat, zijn we heel trots op tot nu toe. En we gaan nog lekker even 3 weken doorbouwen. Onze thema is verjaardag. Het is 1 groot feest hier. Het is 1 groot feest, ja. We werken met een klein groepje op dit moment. Maar we werken keihard om het uiteindelijk toch goed klaar te krijgen. Nou, het middelpunt van de wagen, dat wordt een hele grote taart. Die wordt maximaal de hoogte dat die kan wezen. Achterop hebben wij een verjaardagskaart. En die kaart die is door middel van een motor gaat die open en dicht. Binnen in de taart krijgen wij kaarsen. En die kaarsen worden door luchtdruk worden ze omhoog en naar beneden gedaan. En voor op de taart hebben wij een hele mooie grote kroon zitten. Zoals jij die op school ook maakt als jij jarig bent. En daar binnenin een grote bankje zodat er 2 kinderen kunnen zitten. En nou, dat is een beetje het idee van onze wagen, ja. Zijn er nog speciale materialen die jullie gebruiken? Ja, we gebruiken heel veel hout en tempex en uiteindelijk komen er heel veel bloemen op te zitten. Allemaal via de 4 volksvermaken dan, ja. Hoe loopt de bouw tot nu toe? Voorspoedig. Ja, voorspoedig, maar er is ook nog genoeg te doen. Zeker weten. Nou ja, je ziet de maquette misschien wel op de achtergrond. Wij hebben dit jaar gekozen voor Willy Wonka. Dus veel kleur, veel snoep en veel te beleven op de wagen zelf. Nou ja, ten eerste de credits ook even naar onze ontwerpers. Wij hebben 2 hele creatieve geesten. Die zijn eigenlijk, direct nadat het onderwerp bekend was, zijn ze aan de gang gegaan. Tot in de late uurtjes en met een paar flessen wijn. En toen is dit eruit gekomen. Even in het kort, eigenlijk zijn er 3 thema's. Het
Oompa Loompa is het voorste of het achterste stuk van de wagen. Het hoed is het voorste stuk van de wagen. En middenin heb je eigenlijk de tuin met daarin de chocoladerivier en de draaiende Willy Wonka reep. Nou ja, we proberen zoveel mogelijk wel natuurlijke materialen te gebruiken, zoveel als dat lukt. De hoed bijvoorbeeld is een vrij prominent stuk in de wagen. Die wordt bijna helemaal bekleed ook met wol. Maar ook proberen we nog op het middenstuk nog met grassen te werken. En als dat niet lukt, dan zal er ook wat kunstgras gebruikt worden. Maar ja, we proberen wel daar waar kan natuurlijke producten te gebruiken. Hoe staat het met het bouwen en met de opkomst? Ja, dat is een spannende. En ik denk dat het ook dit keer weer is, hoe meer de datum nabij komt, hoe makkelijker het wordt om mensen te mobiliseren. Tot nu toe was het best wel even een strijd, maar onder druk presteer je het beste, denk ik. Dus daar gaan we ook dit jaar maar weer vanuit. De Flint, de eerste keer de bouwgroep. Wat is de reden dat jullie gaan bouwen? Ja, het is inderdaad de eerste keer dat we meedoen. En de reden dat we gaan bouwen is omdat het een heel bijzonder jaar wordt. We gaan namelijk tijdelijk naar Rode, want we krijgen een nieuwe school. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Alleen dat we tijdelijk naar Rode gaan is iets minder leuk. Dus toen hebben we gezegd, hoe gaan we er nou voor zorgen dat we er een leuk jaar van maken? Ja, en toen hebben we dat ook in de leerlingenraad besproken, samen met Marijke. Marijke is ouder van twee leerlingen bij ons op school. En ze zit altijd bij de leerlingenraad. En eigenlijk kwam het idee een beetje van jou, hè Marijke? Ja, we zijn heel veel stappen, rollen we hier een beetje in. Hè? We weten eigenlijk niks. Maar we hebben geïnventariseerd van wie wil er allemaal meehelpen. En uiteindelijk hebben we uit alle groepen veel hulp. Je ziet wel een vaste kern die veel bouwt, die daar heel veel lol in heeft. En mensen die af en toe meehelpen en dat is goed. Het onderwerp is NITAP. Paraat of niet apparaat. Dus dat is leuk, hè? Daar moet je over nadenken. Dus dat hebben we ook. En een niet apparaat gebruik je heel veel bij de bouw van de wagen. En eigenlijk bouwen we gewoon een hele mooie bouwplaats, waar we uiteindelijk van de flint die voorop de wagen staat, der verbouw, komen tot de nieuwe school. Oké, en jullie zitten hier vanavond nog een vergadering te houden. Waar gaat het over? Ja, een korte vergadering hoor. Gisteren is ze gebouwd, daar was ik niet bij, maar toen is ze weer hard gewerkt. En in de vakantie is het ook gewoon, doorgebouwd. Waar ging het net over? Eigenlijk over wat er allemaal nog moet gebeuren. Het zijn nog best wel veel dingen, maar we zien wel dat hoe langer we bezig zijn, hoe meer mensen ook enthousiast worden. Dus dat is wel heel erg leuk. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen ook mee kunnen doen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben stapstenen om de grote steen heen gemaakt. En daar hebben kinderen, elke groep heeft daar iets op gemaakt. Dus ze hebben dingen gesloopt uit school. Groep 7-8 heeft geen deurklink meer. Ze hebben uit de wc tegeltjes gesloopt. Daarmee wordt de bouw van iedereen. En daarnaast tijdens de bouwavonden helpen ook heel veel kinderen elke keer mee. Ja, en een leuk detail is ook nog, de kleutergroep heeft geen deuren meer. Want van de deuren van de kleutergroep hebben we het kraanwagentje van Pluk gemaakt. Dus we hebben open deurenbeleid.